We hebben denk ik wel de spannendste kwalificatie in lange tijd achter de rug. Het is uiteindelijk toch Max Verstappen geworden die de pol heeft gepakt. Ja, Ronald, vond jij het ook zo spannend of ben je een andere mening toebedaan? Nee, 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 nee. toch wel uh, een hele, hele mooie kwalificatie. Zowel voor de, voor de mensen thuis, denk ik, als ook voor de, voor de coureurs. Met name een kwalificatie waar heel veel in zat. Natuurlijk de ommekeer bij Max Verstappen en bij Red Bull Racing... waar we later in deze video uitgebreid op terugkomen... Uh, dan het minimumverschil met de McLaren, waarover ik meteen vers van de pers net voor deze opname iets moet zeggen. Namelijk Oscar Piastri plus 3. Dus een kritstraf uh, van drie plekken, waar we dan later nog wel op ingaan. Uh, maar goed, de verschillen waren marginaal. Nou, de glansrol van Yuki Tsunoda mogen we niet vergeten. En natuurlijk bovenal dat je gewoon op een old school circuit ziet hoe mooi het kan zijn als coureurs... Zowel het maximale van zichzelf als van de auto's vragen. En daarbij de limiet van het circuit opzoeken. Nou, Max Verstappen was ook die mening toegedaan. Uh, en zei van ja, ik vind het nog mooier dit jaar nu ze weer de grindbakken dichter bij het asfalt hebben gelegd, dichter bij het circuit hebben gelegd. En nu ze ook de sausage curbs hebben weggehaald, waardoor je weer meer van de echte curbstones moet meepakken. Nou, dat maakt het een echte uitdaging. En dat maakt ook dat Verstappen na afloop aangaf: de adrenaline giet nog altijd door mijn lijf heen. Nou, we weten allemaal dat Verstappen niet bepaald een uh, fan is van alle moderne stratencircuits. In allerlei grote steden, die eigenlijk vanwege de commercie op de kalender staan. He, hij zei van ja, die circuits bekoren mij niet. Deze wel. En dus zei Verstappen: Ik wil eigenlijk 24 keer zo'n soort circuit op de kalender hebben. Nou, dat lijkt me Formule 1 management kennende een klein beetje uh, te ambitieus. Maar Max zei van ja, vandaag laat wel zien dat we meer van dit soort echte rijdencircuits nodig hebben. Waar nog wel één negatievere kanttekening bij hoort. Namelijk dat inhalen in, in uh, Imola heel lastig gaat worden. Uh, Statistiekje leerde mij dat van de laatste 30 bezoekjes. er 19 vanaf de eerste startrij zijn gewonnen. Nou, dat maakt er wel duidelijk dat naar voren rijden. morgen vanaf uh, verder naar achteren. niet zo heel makkelijk gaat worden. Maar ja, weet je, het onderstreept wel. en dat gaan we ook volgende week in Monaco weer zien. dat dit soort echte geweldige oldschool banen. waar fouten worden afgestraft. In ieder geval fenomenale kwalificaties opleveren. En ook die krijgen de fans, denk ik, wel op het, uh, op het puntje van de stoel. Ja, want het was eigenlijk best opvallend dat Verstappen de pol pakte. Want in de trainingen zag het er allemaal niet helemaal lekker uit. Wat is dan de, het, het moment geweest dat het omsloeg? Ja, eigenlijk hebben ze dat gewoon de uh, afgelopen 24 uur wel, wel uh, stap voor stap gedaan. Helemaal Marco zei letterlijk: ja, in die 24 uur. Hebben we alle mogelijke varianten qua setup wel voorbij zien komen? Uh, er is gewoon heel hard gewerkt, zowel in Imola als ook in Milton Keynes, hè, waar dan de ondersteuning vanuit de, de simulator vandaan komt. Nou, met al die clues vanuit de simulator hadden ze voorafgaand aan VT3 de setup al heel erg over een andere boeg gegooid. Uh, zelfs zo ver dat ik vernam dat ze, ze uh, wat pitstop trainingen zouden hebben overgeslagen. om die setup allemaal te veranderen. Nou, in de derde vrije training was Max nog niet helemaal tevreden. omdat hij zei: de balance has shifted. Hè. Dus qua onderstuur-overstuur was het net te ver doorgeschoten de andere kant op. Toen nog weer aanpassingen voor de kwalificatie. en toen was het net op tijd in orde. Al geloofde eigenlijk op dat moment al niemand van Red Bull meer echt in een pole position. in ieder geval niet helemaal Marco. Wat Helmut Marco zei van, uh, uh, ja, weet je, um, mijn woorden zijn door Giampiero Lambiase nog gebruikt om Max verder aan te sporen. Wat is het geval? Lambiase zei tegen Max van, ja, uh, er is zelfs al tegen een pole position van jou gewet binnen het team. Uh, werd niet bij duidelijk gemaakt of het echt weer wedden om geld ging, wat Helmut nogal vaak doet. Of dat het nu gewoon een algemene zin was van, ja, ik geloof er niet meer in. Uh, maar Helmut zei die woorden die wel kwamen van mij. Uh, ik dacht dat het niet meer zou lukken. Maar Max heeft een magisch rondje neergezet. Moet ik nog wel twee dingen bij aantekenen. Uh, ten eerste dat Red Bull qua racepace volgens Max geen flauw idee heeft waar ze staan. Verstappen zei van ja, dit is qua setup de grootste ombekeer in 5, 6 jaar. Maar ik heb geen idee hoe de racepace eruit ziet. Kanttekening nummer 2 uh, is dat Nico Hilkenberg toch wel belangrijk is geweest. Helmoet Marco bedankte Nico Hilkenberg na afloop door te zeggen van ja, uh, hij heeft ons een slipstream gegeven en dat heeft alleen in sector 1. Al twee tienden tijdwinst opgeleverd. Nou, ik ben eventjes in de data gedoken en hier zie je dan een, een plaatje met de telemetrie en de delta-tijden van Verstappen en bij de McLaren's. En dan zie je ook een marker aan het eind van het uh, rechte stuk. En dan kun je inderdaad zien dat het verschil niet helemaal, maar wel bijna twee tienden bedroeg. Verstappen zei ja, de keerzijde is dat ik een beetje doorschoot in bocht 2. Uh, maar goed, onderaan de streep heeft hij wel degelijk. Tijd gewonnen, dus uh, hij mag Hilkenberg bedanken. Maar ook andersom, wat voor stappen heeft Hilkenberg ook anderzijds uh, geholpen met een tow in Q2. Dus zoals Max het uh, samenvatte, wij waren vandaag towbuddies van elkaar. En die slipstream kon Max vandaag uh, best goed gebruiken. Ja, want het waren de McLaren's die uh, P2 en P3 pakten. Maar goed, Piastri uh, is die plek dus kwijt. Die moet uh, drie plekjes naar achter. Maar goed, uh, geen slechte dag. Maar na de derde vrijtraining hadden ze misschien wel op iets meer gehoopt. Ja, ja het is een beetje tweeledig. Uh, kijk, aan de ene kant is dit een heel goed uitgangspunt. Aan de andere kant dachten ze van ja, weet je, we waren zo dichtbij. Nou, uh, laat ik je eerst inhaken op Piastri. Tweede stadplek inderdaad kwijt. Drie plekken achteruit voor het in de wegrijden het hinderen van Kevin Magnussen. Daarover heeft Andrea Stella, de teambaas, zojuist laten weten. We accepteren het volledig. Nou, wat accepteert hij dan volledig? Dat gaat over de uitleg van de stewards. En die hebben namelijk aangegeven van... ja, het zat hem in de communicatie. Uh, Piastri reed naar buiten. Zat in bocht 2, 3 op de ideale racelijn. Heel langzaam reed dus Magnussen in de weg. Maar hij is pas veel te laat op de hoogte gebracht... van het feit dat Magnussen er zo snel aankwam. Daarbij zeiden de stewards nog van... Hè, andere teams hebben hun coureur wel beter op de hoogte gebracht. En die coureurs gingen dus wel aan de kant... Derhalve plus drie. En derhalve dat Stella zegt: van ja, wij accepteren dat. Wij moeten onze procedures verbeteren. En wij gaan niet in beroep of wat dan ook. Wij hebben de focus gewoon op zondag. En wij willen dan proberen die verloren plekken terug te pakken. Nou, wat betreft de zondag gaat het natuurlijk al rap over de, de race-pace. Die is heel goed van de McLaren. Hè. Ik heb gisteren benoemd dat uh, Norris en Leclerc in de doorberekende longruns gedeeld op de eerste plek stonden. Dus Lando heeft een goede racepace. Piastri in iets mindere mate ook wel. Alleen ze zeiden er meteen bij van ja, inhaal is heel moeilijk. Dus Lando wees naar een paar sleutelmomenten: de start, maar ook de eerste serie pitstops. En hij zei: als wij max bij kunnen benen, als we qua racepace gelijke tred kunnen houden, dan moeten we op een van die sleutelmomenten toe proberen te slaan. Dus dat is een beetje het scenario dat McLaren vanmorgen morgen uh, in gedachten heeft. Ja, en het scenario dat Ferrari voor vandaag in gedachten had, was. Nou, we pakken een 1-2 in de kwalificatie. Maar niets was minder waar. Uh, P4 en P5. Ik denk dat heel wat Italiaanse harten toch wel lichtelijk gebroken waren na de kwalificatie. <laughs> ja, dat is mooi verwoord. Uh, ja, ja, toch wel. Behalve dat uh, het voordeeltje is dan nog weer dat het uh, op de grid 3 en 4 wordt. Hè? Dus de volledige uh, tweede startreis al rood kleuren door die uh, gridstraf van Oscar Piastri. Maar goed, hè, na die vrije training had je eigenlijk wel iets meer verwacht. Aan de andere kant sluit dit naadloos aan bij wat ik in de video van, uh, van gisteren liet weten. Motorstanden. Ferrari had al gewoon meer getoond. Meer het achterste van de tong laten zien. dan bijvoorbeeld Red Bull. Nou, dat heb je vandaag naadloos uh, terug zien komen. Bovendien wilde Ferrari naar buiten toe in ieder geval niet al te teleurgesteld overkomen. En ze, hè, zeiden ze van ja, we hadden eigenlijk wel verwacht. Carlos Sainz die gaf aan van. Uh, ik zag er wel aankomen dat dit een echt McLaren-circuit zou zijn. En zeker een McLaren-circuit met de updates. Want zei Carlos: dit circuit heeft veel snelle bochten, heeft veel medium speed bochten. En die passen al eenmaal heel goed bij de vernieuwde McLaren. Uh, tweede factor van Sainz die minstens zo interessant was, is dat hij aangaf: van ja, de soft werkte bij Ferrari, werkte bij ons niet. Hij gaf aan: van ja, op mediums waren we bijna net zo snel als op soft. En ik heb geen idee hoe dat kan, dus dat moeten we nog, uh, nog gaan analyseren. Nou, ook voor Ferrari, hè, meer specifiek voor Leclerc, geldt dat de racepace wel goed is. Alleen ook daarvoor geldt, zie er maar eens voorbij te komen. Dus ik denk dat vooral Ferrari met die volledige tweede startrij heel erg aan het bedenken is: van, ja, hoe kunnen wij misschien bij de start, bij de run naar Tamburello, hoe kunnen wij daar al iets proberen te forceren? Want als dat niet gaat lukken, dan kan de overwinning wel eens een lastig verhaal worden. Dan gaan we nog even naar iemand die denk ik de overwinning al helemaal uit zijn hoofd heeft gezet. Sergio Perez, het was een dag niet, terwijl uh, Yuki Tsunoda in de andere Red Bull althans de RB het beter voor elkaar had. Ja, wat zegt dit over de toekomst van beide heren? Want uh, ja, dat kan nog wel eens met elkaar in geding komen, denk ik zo. Nou ja, in ieder geval uh, laat het wel zien dat Red Bull het goed heeft gedaan door niet Checo meteen een meerjarig contract te geven toen hij daarom vroeg en dat Red Bull nog eventjes heeft, uh, heeft gewacht. Uh, ik denk eigenlijk dat Perez gewoon niet meer in Miami moet gaan racen. Hè, vorig jaar na Miami begon die hele slechte kwalificatierun. Nu komen we weer uit Miami. Is hij er weer uit in, uh, in Q2 in dit geval? Dus eigenlijk moet hij gewoon zeggen: volgend jaar weet je wat, die Grand Prix van Miami, hoe mooi Florida ook is, ik sla hem gewoon over en ik zie jullie allemaal wel weer in Europa. Uh, nee, maar uh, on a serious note is de situatie wel heel anders dan, dan, uh, dan vorig jaar. Hè. Toen begon er echt een hele slechte run. Uh, nu kan Tseko zich deze in ieder geval nog wel permitteren. Uh, omdat uh, hij natuurlijk nog altijd tweede staat in het WK. Wel een prima vorm heeft laten zien. En hij dus één keer een Q3 mislopen wel kan hebben. Dat zegt ook iedereen bij Red Bull. Van, ja, we rekenen hem hier niet op af. Bovendien moeten we nog even afwachten hoe ver hij in de race al dan niet naar voren zou kunnen komen. Tegelijkertijd natuurlijk alle lof voor Yuki Tsunoda. Uh, en niet alleen vandaag, maar ook gewoon dit hele weekend. En ook gewoon het hele seizoen tot nu toe. Want hij presteert op een uh, ja, bijzonder hoog niveau. Dat zeggen ook mensen in het team. Hè. Die zeggen hij heeft echt weer een, een stap gezet. En het meest veelzeggende vond ik nog wel... dat hij uh, de laatste run van Q2 gewoon kon overslaan. Dat hij gewoon binnen kon blijven. Nou, die luxe hebben we normaal alleen maar de absolute topteams. En zeker geen coureur van het tweede Red Bull team... Maar um, hij had zo'n goed rondje neergezet. Hij dacht, van, ja, ik ben safe en ik zit sowieso in Q3. Nou, dat was ook zo. Dus dat zegt heel veel over de kwalificatie die Yuki heeft afgewerkt. Was nog een beetje teleurgesteld over Q3 zelf. Hè. Hij had eigenlijk nog wel iets meer gewild dan dit. Maar um, hij mag gewoon tevreden zijn. En als we het hebben over de, de toekomst. Ja, dan proef ik altijd een beetje bij Red Bull. Dat ze bij Yuki denken, van, ja, hij heeft zijn zitje. Hij houdt zijn zitje. Maar dat hij nooit echt heel serieus is overwogen tot nu toe voor het echte hoofdteam van Red Bull Racing. komt ook een beetje door het stigma dat hij heeft. Hè? Van ja, soms toch een beetje een wilde bras over de boordradio en dergelijke. Uh, maar dat is hij eigenlijk niet echt meer dit jaar. Want hij is nu een veel stabieler. Zowel via de radio als ook op het circuit. Dus ja, het minste wat je vind ik kunt doen bij Yuki is dat je hem wel in ieder geval serieus overweegt. Want hij kan niet heel veel meer doen bij het tweede Red Bull team dan wat hij nu laat zien. Dus als hij zo doorgaat, dan verdient hij wel een, uh, een serieuze overweging. Dat is het minste wat je kunt doen, ondanks dat Checo nog altijd wel redelijk goede papieren uh, schijnt te hebben. Slottingetje over Tsunoda is dat ik wel benieuwd ben hoe die morgen, dus hoe die zondag stand kan houden, omdat tot dusver in de data de kwalificatie pace wel iets beter is gebleken dan de race pace. Dus we moeten zien hoe, uh, hoe Yuki morgen in de race uh, al dan niet stand kan houden. Dan als we toch het onderwerp de race van morgen te pakken hebben. Is Max Verstappen toch eigenlijk gewoon wel weer de favoriet? <laughs> ja, zo, zo snel kan het verkeren. Maar goed, Max zei zelf van... Uh, ik, heb maar, ik heb maar drie rondjes gedaan qua longrun in VT3. Ze wilden graag een longrun doen, maar dat feest ging niet door. Uh, Perez crashte natuurlijk. In de slotfase... Uh, eerst Alonso die crashte en die eigenlijk de longruns onderbrak. Daarna crashte Perez nog die de kwalificatiesimulaties onderbrak. Maar goed, Max zei door die hele rommelige sessie... heb ik eigenlijk geen informatie. Ga ik veel... Onvoorbereider de race in dan dat ik eigenlijk zou willen, en heb ik zelf ook geen flauw benul hoe mijn racepace gaat zijn. Nou, Marco zette daar tegenover van ja: het kan wel helpen als Max uh, stand houdt bij de start, dat hij dan kan controleren dat hij vrije lucht heeft en dat hij dan de bandenslijtage misschien wel binnen de perken kan houden. Uh, maar die factor eigenlijk dat uh, de racepace van Red Bull na alle setupveranderingen een hele grote vraagteken is. Dat maakt het wel interessant, hè? want Norris heeft een goede race pace laten zien op vrijdag. Leclerc ook. En van Red Bull weten ze het simpelweg ook zelf niet. Max zei wel, ja, met de balans die ik nu heb in de, in de kwalificatie, hè, die over één ronde beter is, die zou ook over een lange run beter moeten zijn. Maar, zei Max, ja, ik weet het gewoon echt niet. Uh, dus als zij het niet weten, dan kunnen wij het ook niet weten. Uh, en dat maakt voor de mensen thuis dat het wel interessant is om uh, alleen om die reden al, ook al blijft het misschien droog, om alleen om die reden al uh, wel even in te schakelen morgen voor de race. Nou, dus een gratis tip vanuit ons. Morgen om drie uur, waar je ook kijkt, op tijd erbij zijn, want het belooft heel spannend te worden. Ronald, bedankt voor vandaag. Wij praten morgen jullie weer bij over wat er allemaal gebeurd is. Wil je die video niet missen? Vergeet dan zeker niet even te abonneren en druk op het belletje als je direct de video in je feed wil hebben. Wij zien jullie morgen en graag tot dan.